visueel of in de ervaring. Ik weet het. Veel meer. Boys, lacht en danst deze week, want Capino komt met een nieuw avondvullend ballet, Icons. En er is een eerste editie van een spectaculair humorfestival, het International Comedy Festival. Oh, heerlijk, heerlijk. Zie, ik bots tegen de fiets, hè? Mensen denken ik ga hem stelen. We zijn gewoon toffe Marokkaanse jongens die gewoon comedy doen. We zijn bezig met een comedy concept. De Sizzle Comedy 4. Vier top comedians, onder andere Mohamed El Ghamsi, dat is hij. Ik ben ook de knapste. Big Ed. Kan ik? Ben ik on air? Het is een support act, we hebben THC. Schip mij maar Amsterdam, dat is mooier dan Parijs. Schip mij maar Amsterdam. Ik ken alle tracks van hun, ik heb ze toevallig gisteren allemaal gedownload. Hoe gaat het liedje ook alweer? Ik zeg, geef mij maar Amsterdam, het gebeurt hier allemaal. Zijn goede rappers, zijn goed. Je loopt de hele tijd voor mijn neus, ik zit te praten, zit de hele tijd voor mijn neus. Een grote hoofd. Dan komt hij aan, de wereld draait door, een 3 minuten speciaal voor het. Welkom, hier zeg ik altijd een paar dingetjes met mijn armen over elkaar, want dat lijkt het serieus. Maar tegen Nederlands wel, want ik heb geen flauw idee waar het over gaat, want het gaat allemaal wild snel. Maar we laten wel wat fragmentjes zien. Deze mensen willen niet in beeld, maar ik ga wel toch even gedag zeggen. Hallo, fucker. Alles goed? Nee, dat is pas kunst, echt waar. Ah, geld verspilling, man. Als ik een bal geef, moet je hem erin koppen. Lekker wijf, hè? Wauw! Is dat een goede backup? Opnieuw doen. Hier wordt zeg maar de grootste, de internationale comedy festival voor het eerst hier in Rotterdam gevierd. Maar dan krijg je gewoon de kans als comedian om daar te spelen. En ook andere collega's te ontmoeten en andere comedians van een ander niveau, van een ander land ook te zien. Allekje boem boem daan! Wat zei die man? Durven te vallen, durven te staan. Zodra je grappen gaat doen, dan ben je alles kwijt. De Godfather, hij is onderweg. Het maakt niet uit hoe grappig je bent de eerste keer, de tweede keer. Maar als je professional wil zijn, moet je podiumuren maken. He's young and white, so I'm not just a cougar, I'm a Black Panther. Ja, ik ben ook een mens. Dus ik kan ook chagrijnig zijn, blij zijn, verdrietig zijn. Het is niet alleen constant grappen maken. Wat wel grappig is, als ik mensen tegenkom en die zeggen, en dan zeg ik bijvoorbeeld ik ben comedian. Of mijn vrouw verraadt mij, hij is comedian. Dan de reactie die mensen hebben, oh vertel dan een grap. Dan zeg ik, luister, als jij brood wil, ga je naar de bakker toch? Ik zeg, als je een grap wil, ga je naar het theater. Zo simpel is het. Are you talking to me? Dat is ook grappig, ja. Ja, twee Chinezen die hardlopen. Die ga je echt niet gebruiken. Wat was je vraag ook weer? Je hebt cabaretprogramma's, soloprogramma's, kan je zien. Kan je zien hier in Schouwburg, Nieuwe Luxor, kan je overal de cabaret zien. Maar stand-up comedy, waar het eigenlijk omdraaide vanaf 1997, het programma Comedy Factory. Het was hier begonnen. En daar zijn alle comedians van mijn leeftijd ermee opgegroeid. We kijken het op tv, dat was van Jurgen Rijman. Daar kijken de meesten. En dat komt eigenlijk een beetje terug ook in de festival. Oké, jongen, daar gaan we weer. Nou, ik heb één locatie. Dat is midden in het centrum. Ja, daar gaan we zo meteen naar naartoe. Dat is de Tapas Comedy Club. Dat doen we maandelijks, gewoon comedyavonden. Wat me, ik hoef niet binnen orde. Dit is de Aries, hij is veel beter dan de rest. Ah, sorry Mo. Dat heeft hij me nog nooit gezegd. Oh ja, Mo is de knapste van de comedians. Je mag er best tussen door. Ja, mag dat. Ja. Kost je wel je fietsen? Nee. Ik wil eigenlijk geen reclame maken. Je bent jarig, hè? Ja, klopt. Hoe oud ben je? 19. Kijk, bij deze. Bij deze, je krijgt 2 kaarten. Voor mijn show. Awesome. Graag. Wat ik hier doe in Rotterdam, als je van lachen houdt, dan moet je zeker komen. Maar als je niet van lachen houdt, dan is het niks voor jou. Ja, dat is niet waar, want als je niet van lachen houdt, dan ga je die dag van lachen houden. Snap je? Zeg ik het zo goed? Ja, maak je niet druk. Oké, thanks man. Zie ik eruit alsof ik veel lach? Nee, niet echt. Nee. Nou, doe ik ook niet. Gewoon, je weet toch, jezelf zijn. Ik zou het niet weten. Ik zou het echt niet weten. Humor? Ja? Humor is een gevoel wat je hebt of niet hebt. Wat veel mensen hebben. Ik denk bijna iedereen. Alleen het moet getriggerd worden. En als het eruit komt, dan heb je genot. 10 oktober. Dankjewel, Rashid. Dat zijn door andere. Maar laat een hele kaiser op zoeken. Sorry, ik moet hem even uitzetten. Hebben we nog steeds over humor? Ik weet toch, we leven in een multiculturele samenleving, weet je. Dus ik weet toch.
De meeste Nederlanders weten van de Surinamers en de meeste Surinamers weten van Antillianen, Antillianen weten van Kaapverdiërs en weer omgekeerd van Marokko. Ja, het keren moet omhoog. Als ik nu iets zou zeggen, zou je misschien denken van waarom heb je het daarover? En dan zouden we misschien ruzie kunnen krijgen, maar als ik op het podium sta, dan sta je daar wat meer open voor. En dan ben je aan het luisteren wat ik zeg, dus dan vind ik het heel, oh nu word ik vintage black. Oké. Dus, wat ik zei. Ik denk de microfoon ook. Wat was de vraag eigenlijk? Speel je met het publiek? Tuurlijk speel je met het publiek. Dat is wat wij doen. Ik speel niet met hun genitaliën of zo. Maar ik speel dus met hun gemoedstoestand op dat moment. Jongens, even, het gaat over een internationale comedy festival. We staan daar. Ik ben niet zo grappig, maar... Nou, ik ben Rassi Larousse, ik sta er ook. Cap Weert, ons hebben we Zodlino Rotterdam, Dash de Toeps, Zodtoet Ben. Daarom leerde ik mijn norm en waar, maar ben geen naso. Er staat een jonge man nog steeds, mijn mama's lieveling. Een kleine kramendief is wat ik was totdat ik dieper ging. Ik mag geen grap, ik kom rechtstreeks uit Amsterdam. Wat hebben rappers en politie gemeen? Ga met de naam Arius. Jullie herkennen me zo niet, maar zo wel. Ik liep op straat, een dag of nacht. De politie kwam me lullen en ik schoot in de lach. Weet je wat ze zeiden? Ja, wordt verdacht. Jij hebt de koningin verkocht. Dus internationaal comedy festival. Dat is geen Kaapverdiërs, maar toch, je weet toch. Ik heb geld nodig, oké? Ik heb Marokkaanse vrouw, is duur. Rotterdam maakt deze weken zijn naam als festivalstad meer dan waar. U kunt dit weekend nog naar een tiental voorstellingen in de Schouwburg, waar de keuze de toeschouwer ontroert en ontregelt. Op 5 oktober, het leukste literatuurfestival, geen daden, maar woorden. Of beter gezegd, GDMW. Koningin Sarotte. En voor de cinefielen onder ons, een fantastisch festival, Camera Japan, een jaarlijks pareltje in het lantaarnvenster. Een breed overzicht van de actuele cinema uit het land van de reizende zon, waaronder de parodie Yas Wee. Chikyu no heiwa o mamoru tame ni erabareta 5人 no joshi tachi. Kajou ni majime na red, kanari gyaru na blue, kyamete bimbou na yellow, yume miru gekidan in green. スコブルお嬢なネイビー。くっさ、サッサッサッ。すごい。ワンタラン。わ。Scapino heeft weer een nieuwe voorstelling in de stijger staan. Icons. En dan zult u denken, icons, iconen, is dat niet een beetje het overschatte woord van de laatste twee jaar? Jazeker. Maar niet in de handen van Ed Wubbe, Felix Landerer en Itamar Seroussi Sahar. En Ed Wubbe, die maakte een totale make-over van zijn indrukwekkende voorstelling Nico van 17 jaar geleden. De eerste keer dat ik Nico hoorde, of Nico de naam op zich, ik heb geen idee wie het is. Ah, het is een vrouw, oké, het is een vrouw. Okay. En dan zo langzamerhand met werken in de studio, dan krijg je steeds meer bits and pieces dat bij of bij Ed of bij Bonnie of bij whoever loskomt en dan ga je een plaatje rond, weet je, dan denk je, oh oké, wacht, daar gaat het om. Maar ik heb er niks van meegekregen en dit is eigenlijk de eerste keer dat ik ervan hoor. Maar de muziek trekt me niet. Nee. Nou, als de voorstelling reeds klaar is, dan ga ik je nog beschakelen. Dat is goed. En er zitten prachtige nummers van Nico zelf in, vanuit verschillende periodes. Het is een impressie van die tijd. Alleen heeft hij zich nu iets meer laten inspireren ook door wat daar allemaal om de Factory en om de Velvet Underground, wat daar ook aan glamour zat. Het is het mooie versus het lelijke. Het is het goede tegen het kwade. Het is het... commerciële tegen het niet-commerciële. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik moest bewegen op muziek. Ik weet nog dat we familiebijeenkomsten hadden bij mijn oom en die zette dan salsa op en ik voelde een bepaalde drive, een bepaald soort
ik weet niet, urge om te bewegen. Maar ik wist niet hoe, dus ik durfde ook niet. En mijn moeder was altijd zo van, nou, als je zus gaat, dan ga jij ook. Dus zodoende ben ik meegegaan en ben ik begonnen met streetdance. En dat gevolgd door hiphop, breakdance. En toen ik eigenlijk 16, 17 was, ben ik naar academie gegaan en heb auditie gedaan. Waar ben je nu? Ik ben nu 23. The foot shifts through here and you push up from the hand here. Yeah? Then you come forward. Felix Landerer, die heeft een nominatie op zak voor de prestigieuze Zwaan. En nu maakt Felix een voorstelling 15 minutes or less. En dat is een hele vette knipoog naar Andy Warhol. 15 minutes of fame. First of all, it says that everybody can be famous, which I think everybody is trying to achieve. Or not everybody, but a lot of people are going for that. And it says also, it has this short amount of time in it. And that I liked about the quote, that it says actually for 15 minutes, but not longer. And the piece is called 15 minutes or less. That means like no one gets even 15 minutes anymore. Like the time that you are in the spotlight gets even reduced. To do this, that's kind of, you're busy with your way. She comes up, she stands. That's when everybody should be already standing. Yeah? And when she stands, hij heeft alles in zijn hoofd. Dus de constructie, bewegingen, hij zet het op ons neer en dan puzzelt hij. Hij gaat niet blanco in de studio en op zijn intuïtie, zoals Ed werkt bijvoorbeeld, Ed Wubbe, hij werkt heel veel van intuïtie en gevoel. The whole piece is basically a constant wave of self-promoting and self-producing dancers that are always aiming to the front, but then being, we always talk about being sucked in into the group again, into being anonymous. But the energy that goes through the piece should create a meaninglessness in what is happening. It sounds a bit weird when you talk about your own piece like that, but it deals with the subject. It's, yeah. It's mm-hmm. very clear. Mm-hmm. Yeah. Okay. Good. How long will the piece be? 15 minutes or more? No, it will be more than 15 minutes. Nice to get good feedback sometimes, eh? Yeah. To get feedback or that there is more maybe more people that can connect with what you do, and it's not only from my perspective communicating, but it is communicating. Somebody's trying to communicate with me. Itamar geeft een spannend vervolg naar zijn energieke debuut bij Scapino in Tools. We go there. Dat was het opzwepende test voor vier mannen. In zijn nieuwe stuk Wolf treffen we zes mannen aan op het podium. Dat is twee meer. That's fantastic. Not very stable. I think with Testa we managed to bring together something very powerful. I must say that yesterday when I saw the run, it's very strong. What's coming, like the extension of it, and the wolf in me. But am I dangerous? I don't know. I don't think I'm dangerous. Or I don't know if dangerous, I chose that word, but there is a lot of things in Wolf that maybe you can relate or you can.
have something maybe in common. Well, Wolf is quite an iconic figure, and I do making myself maybe iconic or an icon within that. Domestica Rotterdam doet weer van zich spreken met theatrale concerten. De succesvolle programmareeks Lof en Lust continueert in de Laurenskerk. Woensdag 8 oktober werd William Shakespeare de aandacht op zich gericht. Prachtige muziek van onder andere Burt en Purcell. En met studenten van de circusschool Spektakel. Die kunnen het wel. En dan nog dit. De keuze van, net afgestudeerd als danser aan Codarts. Hij was stagiair bij het Scapido, maar gaat nu de wijde wereld in. En niet alleen als danser, maar ook als maker. Yeah, I feel as if I dance. But if you ask me if I am a dancer, I wouldn't say not at all. I'm not quite sure why I ever started dancing in the first place. No, I've always loved the freedom of body, of course, but mostly expression and the body is so expressive, and dance taught me that. Well, I was accepted at Scapino and I was very happy, of course, and one of the great companies of Holland. Why shouldn't I be there? Well, Scapino taught me exactly what I am not and exactly what I don't want to be. I need to search further, think further, question further. And Scapino didn't offer me that. Well, it did offer me the opportunity to express myself in making a piece with two beautiful dancers. Well, truly, I've always been and am a maker and a creator. I mean, that is the word we use these days. And I think that, and I like the word creator because it's not choreographer, or it's not director, and it's not writer. It's everything. It's about creation. It's not about specifically what one does. Obviously, I can't just create everything because I might not know anything about one certain subject, but then there's so many people in the world that can help you. And if you have the will, then and if the idea is there, then the plant will grow, I think. How old are you? 22. And Brandt is a trombone player, and Astrid is a harp player, which is quite an interesting mix. And what happened was we tried to exchange what we know. I exchanged my knowledge in moving and in body, and they offered me lots of musical help. So basically, I ended up singing with them, and they ended up dancing with me, and it became one big performance. And I was chosen for for my character and for my my profile, which has somehow a falcon essence to it, which I think makes total sense. Inspiration is the key to respect yourself, to respect your rhythm. Inspiration, it comes, I think creation, it comes from above, and it
goes out through your gut, so it's only, I'm just a medium of what he wants to say. Well, basically they're just my second brain. Uh-huh. It's my hard drive. And in the front it says, it is the sea and the ship I need. Well, there's a bit of everything. I'm not very methodic when it comes to this. I don't know, maybe budgets even might be in here. I've discovered recently Tarkovsky, and his films are very special, very detailed, and details are everything. Also, lots of beauty in his films, and I love especially how how he transports the scene, how he transports the image, that life, for such a long time, such long scenes, but it's beautiful, so beautiful. One of my favorites is The Mirror, but I remember one of my favorite scenes is there is a woman and she has a tea, she's drinking tea, and then there's big music comes on and you only see the heat from the tea on top of the piano, and you see the how do you say it? the heat on wood disappearing slowly, while the music goes really really high and big, and the heat goes out. Beautiful.